Ja, dit is het logo van Audi, hè? Dat weet ik nog wel. En ik weet dat omdat mijn oom Jan vroeger, oom Jan had nog in de oorlog in het verzet gezeten en was een aannemer met armen als kabeltouwen. Die had een Audi 100 en dat vonden wij in de familie, vonden we dat wel een beest van een auto. Een beest van een man en een beest van een auto. Dat is me altijd bijgebleven. En verder, ja, ik weet dat mijn lieve vriendin Saskia Noord in zo'n SUV, ik weet het precieze type die het rijdt. En dat is natuurlijk geen goed nieuws voor Audi. Want als meisjes erin rondrijden in je SUV's, dan is het slecht nieuws. En hoe heet het rare Audi'tje ook weer, dat coupé'tje. Dat vind ik ook een beetje een nichtig autootje. Maar goed, ieders smaak, hè. Dit verkeersbord betekent dat je ter plekke dus niet om mag draaien en terugrijden in de richting waar je vandaan komt. En ik hou me altijd heel heftig aan die regels. Zeker sinds een of andere onwijze koekenbakker eerder dit jaar dat dus niet deed. En vlak voor mijn neus totaal onverwacht dacht, kom ik draai even om dat verkeersdrempeltje heen. Want hier kan het wel. Nou, dat kon dus niet, want ik zat er vlak achter. En ik ging dus op zijn achterbumpertje, want ik had er niet op gerekend. En dat vond ik toch wel behoorlijk kut, want het is weer heel gehandig met papieren en verzekeringen. En waarom? Omdat meneer zich niet aan de regels houdt. En nog boos zijn ook dan, hè. Ik moet, vrees ik, het antwoord schuldig blijven op deze vraag. Of het moest Henry Ford zijn geweest die zoiets zou hebben kunnen zeggen. Maar dat is wel heel lang geleden. Ik ben het overigens niet met hem eens. Ik vind zwarte auto's... Nou, nee, ik ben er geen fan van. Maar toch nog meer dan witte auto's. Ik heb ooit bij de Telegraaf gewerkt, bij het concern. En daar was de gewoonte dat elke leaseauto wit moest zijn. Inclusief de Amerikaanse Ford... van de allerhoogste baas, meneer Van Aken. Maar die hadden ze niet in wit. Dus die hebben ze toen uit principe helemaal wit laten overspuiten. Zodat ook hij een witte auto had. Nou, dus nog maar één ding nog erger dan een zwarte auto. En dat is een witte auto. Dus ik ben dolblij dat ik in deze charmante kleurschakering van grijs en brokaatrood op het dak mag rondrijden. Dat is namelijk wel heel erg verantwoord. En ik ben tegenwoordig heel erg van mooi geel. Ja, kan je hebben. Moet ik een beetje gokken, maar het zal iets te maken hebben met inparkeren en control, parking. Nou, die idee, dat moet je dan, die krijg je van mijn cadeau. Ik denk dat het een briljante uitvinding is. Met name voor mevrouw Heemskerk, die nog wel eens wat moeite heeft met het in één keer inparkeren in een toch overigens heel ruim bemeten parkeerplaats. Ik snap nooit waarom dat zo zenuwachtig van moet worden. Maar dat schijnt iets te maken te hebben met het ruimtelijk inzicht van vrouwen. Beetje vergelijkbaar met herten die ook ogen aan de zijkant van hun kopje hebben. En daardoor geen diepte kunnen schatten. Dus dit is een bijzonder belangrijke tool. Zeker voor mijn vrouw die daardoor veel minder vaak naar de paintboer moet. Om de bumpers weer te laten bijknusselen. Ik ken er één en die gok ik dan maar, de Tarzanbocht. Een karterpan, ja, volgens mij heeft dat iets te maken met waar de olie in ligt. Je hebt de krukas en de andere nokkerassen, die moeten door een bad van olie. En als ik me niet vergis, ligt die olie in het karter. Maar het kan zijn dat ik dan mezelf vergis met iets anders als carburateur. Ik ben niet heel technisch. Mijn techniek houdt een beetje op bij de bromfiets van vroeger. Die we dan nog wel redelijk uit elkaar konden houden, konden opvoeren en zo. Maar met auto's is het ongeveer hetzelfde. Het houdt bij mij een beetje op bij de bougie, de bobine, de carburateur en de nokkenas. Dus karter is een beetje een buitenbeentje voor mij. ESP. Klinkt gevoelsmatig als iets waarmee je de afstand tot de auto voor je automatisch en elektronisch... Ik heb wel eens in een Mercedes gezeten. En dan ben je zo doodnerveus van dat piepte bij elke baan waarin je veranderde. Elke millimeter die je te hard reed. Elke auto die minder dan 100 meter bij je vandaan kwam. Ik word er persoonlijk heel zenuwachtig van. En ik heb het ook niet nodig. Want sinds ik heb besloten om nooit meer een bekeuring te krijgen... rijd ik altijd op... cruise control, zelfs waar ik 30 mag, zelfs in bochten in de snelweg waar 70 wordt aangegeven. Want je weet het maar nooit, want die flikkers weer een camera hebben neergezet. Dus mij pakken ze niet. Ik rijd bloedvoorzichtig, ik rijd niet op andermans bumper. En alleen maar omdat ik ze geen gulden van me gun.